Kijkers, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, overheid en private sector getraind in openbaar aanbesteden. Defensieminister Matura blikt tevreden terug op afgelopen 2 jaar. Rotavirus oorzaak buikgriep in Suriname. Reparatiecommissie stoomt instanties klaar voor bezoek, delegatie Tweede Kamer. En bewoners Apura ontvangen Bazo-kaarten. Het is van belang dat zowel de overheid als het bedrijfsleven aangescherpt worden in het openbaar aanbesteden, nationaal als regionaal. In het kader heeft het CARICOM-secretariaat in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning een training georganiseerd voor de publieke en private sector. Deze 3-daagse training is op dinsdag 9 augustus van start gegaan in Hotel Torarica. Ambassadeur Manorma Soekman legt de nadruk op de voordelen voor Suriname. We zijn dinsdag begonnen en het is een training voor de private sector, voor de overheid, dus de ministeries. We hebben vandaag de staatsbedrijven en vanmiddag hebben we een groep studenten die we dan gaan bijbrengen van wat we doen onder andere. Morgenochtend heeft 1 ministerie die veel vertegenwoordigers had, omdat ze bijvoorbeeld, dat is justitie en politie, u weet, ze hebben de korpspolitie, ze hebben brandweer, et cetera, onder zich. Dus morgenochtend hebben we een extra sessie voor hun. En ze hebben ook erom gevraagd. Dus dat zijn de participanten aan deze training. En we hebben het dan verdeeld in ochtend- en middagsessies. Nou, wat doen we? We trainen de mensen in hoe gebruik te maken van een regionaal public openbare aanbestedingen board. Als je gaat adverteren. Hoe zie je de informatie? En voor de mensen die de diensten verlenen, die goederen verkopen, die bezig zijn met infrastructurele werken, die dan, hoe ga je ze registreren? Ja? Als jij registreert, wat ziet de ander, wat ziet de overheid en hoe ga je erop inspelen? En dat is in essentie wat we hier doen. De training wordt verzorgd door de mensen van het CARICOM-secretariaat, omdat dat IT-systeem dat is ontwikkeld, waarin je dus werkt. Zij zijn degene die maintenance doen. En als je problemen hebt, et cetera, dan ga je hun bellen om je te helpen. Omdat je namelijk intern in elk CARICOM-lidland ga je namelijk personen moeten hebben die met het systeem gaan werken. Die gaan moeten goedkeuren dat die informatie wordt opgelood in het nationaal systeem. En in dit geval, wanneer je dan bijvoorbeeld je gaat jezelf als een supplier, als een verlener van goederen en diensten schrijven, dan gaat dat automatisch ook naar dat regionale een advertentiebord gaan. Ja? Nou, om die goedkeuring te verlenen, daarvoor heb je mensen nodig. En die mensen gaan in een soort van een centraal openbare aanbestedingen autoriteit zitten. Ja? En dan ook, dus wat is de rol van die mensen? Dat is dan ook aangegeven. En welk systeem we zouden kunnen hanteren. Want waarmee we ook bezig zijn in Suriname nu is een openbare aanbestedingswet. Er was namelijk een initiatief, werd reeds ingediend in de Assembleedag in 2018-19. We zijn nu met de 3e versie ervan bezig. En u weet ook dat we zitten in IMF-raamwerk. Maar daarnaast hebben we ook de IDB die wil zien wat we doen. En ze geven commentaar, et cetera. Hetzelfde geldt voor IMF. Dus ja. Er wordt heel veel werk verricht met betrekking tot openbare aanbestedingen nu. Omdat het gaat om, u weet, internationaal zijn nu ook de vereisten. Je moet transparant zijn, openheid van zaken geven. De belastingbetaler, wiens geld de overheid gebruikt, dient te weten waar de gelden naartoe gaan, waar het aan wordt besteed, et cetera. Dus in dat kader dan al dit werk dat wordt verricht. Na 2 jaar kunnen we concluderen dat we goed op weg zijn. We hebben veel stappen vooruit gezet.
Zo concludeert defensieminister Krishnakumari Mathura in een terugblik op het functioneren van haar departement en het Nationaal Leger. Het proces van duurzame verbetering zal worden voortgezet. De bewindsvrouw ging tijdens een persconferentie op donderdag 11 augustus 2022 in op de actuele ontwikkelingen binnen het defensieapparaat, te weten de interne organisatie en operaties. Als ik kijk naar wat hebben we na 2 jaar bereikt en wat hadden we ons voorgenomen om te bereiken. En dan ga ik terug naar het beleidsplan van het ministerie van Defensie, een nieuwe tijdperk, naar een krachtige, kundige en flexibele defensieorganisatie. En daar hadden we inderdaad de missie en de visie voor Defensie neergepend. En wij hebben met elkaar afgesproken dat we een professionele organisatie willen zijn die bijdraagt aan vrede en veiligheid, die krachtig inspeelt op bedreigingen van onze soevereiniteit en die kordaat optreedt. Een organisatie die gezag afdwingt, die vertrouwen uitstraalt en waar kameraadschap wordt gedemonstreerd. Een innovatieve organisatie waar enthousiast wordt gewerkt en waar we van elkaar leren en waar we Suriname boven alles zetten. En we benadrukken dat onze mensen de meest waardevolle hulpbronnen zijn. Na 2 jaar kunnen we concluderen dat we goed op weg zijn, dat we vele stappen vooruit hebben gezet, maar we zijn er nog niet. We gaan het proces van duurzaam verbeteren voortzetten. En omdat we vinden dat onze mensen het meest belangrijke zijn in onze organisatie, niet alleen de mensen die bij Defensie werken, maar eigenlijk de hele samenleving, want we bestaan voor die samenleving, kijken we altijd naar hoe we onze mensen zo competent kunnen maken en hoe we onze mensen zo gemotiveerd mogelijk kunnen maken. En dat ze beseffen wat hun verantwoordelijkheid is in het dienen van de Surinaamse samenleving. Dat is eigenlijk een continu proces in het Nationaal Leger en ook op het ministerie van Defensie. En vandaar dus dat we echt kritisch kijken naar onze HRM-processen. En in de afgelopen periode, als ik kijk alleen naar een kwartaal, dus vanaf april zeg maar tot en met juni en juli, dan kunnen we zeggen dat we alleen aan rechtspositionele zaken 1199 zaken hebben opgemaakt. En dat betreft alleen maar gratificaties, bevorderingen, vaste aanstellingen, ontslag. Ja, dat zijn de 4 aspecten waar we aan gewerkt hebben. Ontslag, hetzij op eigen verzoek of ontslag, oneervol ontslag. En van deze 1199 stukken zijn 528 helemaal afgerond en 671 nog in een afrondende fase, maar het is in elk geval weg van het ministerie van Defensie. Het is nog in een molen van of Binnenlandse Zaken of Raad van Ministers of zeg maar het bevoegd gezag, ook de president, maar van ons weg. En we monitoren dat en we proberen zoveel mogelijk dat in orde te maken. Het bekende rotavirus blijkt de verwekker te zijn van de huidige buikgriep in Suriname. Dit zeer besmettelijke virus heeft in de afgelopen weken voor een toename van ernstig zieke kinderen gezorgd. Minister Amaramadine benadrukt dat het van belang is om uit de keten van besmetting te stappen. Dit kan door hygiënische voorschriften in acht te nemen. De bekende uitbraak die nu al een paar dagen speelt bij kinderen met koortsbraak en diarree. Dat we bevestiging hebben gehad dat
de verwekker van dit virus inmiddels bekend is, bevestigd is. En dat is het rotavirus. Het ministerie heeft inderdaad al gecommuniceerd met de samenleving, al op de hoogte gesteld. Maar het is goed om een update te geven over de situatie. We hebben dus gehad dat in de afgelopen 24 uur we nog steeds merken dat er een enorme toeloop is van het aantal kinderen, ouders met kinderen, met deze verschijnselen. Bij het rotavirus, de verdenking was al dat het ging om het rotavirus. Er zijn maar enkele bekende ziekteverwekkers die dit beeld kunnen geven. En in principe heeft dus het nu dat we weten dat het om rotavirus gaat, is er in ieder geval een bekende ziekteverwekker. De behandelaren gaan dus ook de ondersteuning en de behandeling naar deze kinderen toe daarop afstemmen. En uiteraard is het belangrijk voor de epidemiologische analyse dat je dus rekening houdt met de verspreiding. Een belangrijk karakteristiek, kenmerk van dit virus is dat hij bekend staat als een zeer besmettelijk virus. Besmettelijk omdat het virus voorkomt in de ontlasting. Dus van een ziek kind heb je dus ontlasting. Kind, u weet, een kind gaat altijd aan de pamper, er komt ontlasting op de hand of op het lichaam. Gaat speelgoed aanraken of andere oppervlakten. En daarmee kunnen dus anderen besmet raken. Het is bekend dat volwassenen ook besmet kunnen raken. Eigenlijk ieder die in aanraking komt met het virus kan besmet raken. Alleen is het wel bekend vanuit de literatuur dat met name kinderen, jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar, de meest gevoelige groep zijn voor het ontwikkelen van klachten. Volwassenen die kunnen ook best ziek worden, maar verloopt vaak mild. Maar een andere risicogroep die we niet moeten onderschatten, dat zijn de hoogbejaarden. Dus vanwege de lagere weerstand. Dus het is heel belangrijk dat wij vanuit het ministerie van Volksgezondheid, nu die informatie bekend is, de voorlichting gaan afstemmen op het rotavirus. We zijn al begonnen, we zijn bezig met een aantal filmpjes, een aantal voorlichtingfilmpjes, een aantal sketches, om de mensen in ieder geval bewust te maken van hoe je het kan voorkomen, wat je moet doen, wat je niet moet doen. En dat komt de komende dagen, komende periode, zal dat duidelijk naar voren komen. Tweede is, wanneer je praat over voorkomen, want dat is nu belangrijk. Je moet uit die keten van besmetting stappen. Dus als je praat over voorkomen, dan is het allerbelangrijkste dat we de goede hygiënische maatregelen op nahouden. Simpelweg betekent dat, dat je je hand op tijd moet wassen. Je hand op tijd wassen, gebruik sanitizer. Zeker als je op bezoek gaat op een plek waar het kinderen zijn, dat u dat ook meeneemt. Je kan geen rotavirus krijgen door te hoesten of andere dingen. Je kan wel krijgen als er gewoon besmet materiaal is en je gaat daar in aanraking mee komen en je besmet daarmee weer andere kinderen. Dus ook volwassenen kunnen dragers zijn. Ik heb zelfs berichten dat er een paar volwassenen zijn met dezelfde klachten, maar het verloopt vaak milder dan we zien bij kinderen. Een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer komt binnenkort naar Suriname. Deze vertegenwoordiging zal zich hier laten informeren over het slavernijverleden. De Nationale Reparatiecommissie is in Suriname bezig instanties klaar te stomen op dit bezoek. Op woensdag 11 augustus 2022 werd er een presentatie voor de pers verzorgd over slavernij onder de inheemse en tot slaafgemaakte Afrikanen. Commissievoorzitter Armand Sunder gaat in op het waarom van deze activiteit. De mensen hebben meer dan 200 jaar gewerkt zonder 1 cent uitbetaald te krijgen en ze moesten minimaal 10 uren of langer werken. De mensen werden afgeschreven, boekhoudkundig, in 20 jaar. Ja, het ging over het slavernijverleden hier in Suriname. En met name het slavernijverleden van inheemse in ons land en Afrikanen die tot slaaf gemaakt zijn.
We hebben aangegeven dat het in feite een hel op aarde was. Helemaal niet goed. En dus dat er ook de doorwerking, dat je dat niet moet onderschatten. En deze presentatie is gedaan in het kader van het feit dus dat een 10-koppige delegatie van de Tweede Kamer hier komt naar Suriname. En ze willen geïnformeerd worden over het koloniaal verleden en de doorwerking. En er waren een tal van vragen. En ik denk dat het goed gegaan is. Nou, concreet, er moet het standpunt van de Surinaamse regering zijn of komen. En ook van het parlement van Suriname. En wat wij doen is de mensen informeren over hoe naar de opinie van de Reparation Commission, ook ondersteund door de Reparation Commission uit in het Caribisch gebied, wat voor opinies er ontwikkeld zijn en wat het Surinaamse standpunt zou kunnen zijn. Ja, nou, in de eerste plaats moeten we aangeven wat de schade is geweest. Wat de materiële schade en de immateriële schade is geweest. En daar zal je een prijskaartje aan moeten plakken. En dan moeten partijen overeenkomen van hoe ze dat allemaal gaan aanpakken. Maar in de eerste plaats moeten er excuses komen. Excuses voor de misdaden tegen de menselijkheid die hier zijn gepleegd. En die excuses moeten in Suriname plaatsvinden. Bovendien is het zo dus dat excuses door de hoogste Nederlandse autoriteiten moeten plaatsvinden. De Nederlandse koning plus de Nederlandse premier. Die moeten hier in Suriname excuses aanbieden. En er moet vervolgens overeenstemming bereikt worden over een programma van herstel. Hoe ga je de schade herstellen? Bewoners van Apura hebben op maandag 8 augustus 2022 Baso-kaarten in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde tijdens het bezoek van een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi aan het bestuursresort Kabalebo. De Baso-kaarten zijn voor 4 jaar geldig. Hiermee maakt de regering een eind aan het steeds om de 6 maanden verlengen. En het staatshoofd heeft graag een intensievere voorlichting naar de gemeenschap. Deze, dadelijk moet ik een woord wat vast moet leggen. Hij is aan het beleid voor de regering. Maar voor de Baso-kaarten, een onnodige regering, hoe zie je dat probleem? En alle leesweren, nou een probleem. Nou een verlenging probleem. Deemt je papieren dat is. Deemt je papieren dat is. Dat zijn de city. Een onnodige regering, hoe lukt dat niet? En hoe verandert alles niet? En hoe beslist, in een kies Baso-kaarten, die Siximum of Wajari. Je kiest je baas op kaart direct, die voorjaar dat je een kon verlengd worden. Het tweede zijn zo'n beslist, alle summa, Archibum, alle summa voor het binnenland, zij liepen naar binnenland, zij roken naar binnenland, en je naar binnenland toe, op gratis gezondheidszorg. In haar pilot, oké? Dat we uit de kaart kon deze, zorg dat de zijn praat die is bieten, dat we een boel vast. Godinde, kokide, kamakose. Sambora, bokone, sekumando, kohan. Het gaat erom dat we samen dit land willen ontwikkelen. Waarbij uw bedrijf een bijdrage wenst te leveren. En we zijn open als regering en ik ben beschikbaar als president om met uw bedrijf te praten over challenges, uitdagingen, voorzieningen en soms impediments, belemmeringen, beperkingen. Om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen. Namens de delegatie en zeker ik als president wil ik management van GreenHub bedanken. Voor die samenwerking en ook voor dit moment dat we gezamenlijk van gedachten kunnen ontwikkelen om hoe verder te samenwerken, te versterken.
met duurzaam bosmanagement. Wat niet betekent niet kappen. Kappen. Eén boom kappen en 2, 3, 4 planten. En dit was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en een hele mooie avond aan u toegewenst.